worden? Nee. De minister. Antwoord is nee. Er is een overtekening op de LBV en de LBV Plus. En ik kies er heel bewust voor om via deze nota van wijzigingen dit bedrag te vragen. Om zeker te weten, als er boeren zijn die dit enorm impactvolle besluit hebben genomen. Want dit gaat echt over iets. Dat wij als betrouwbare overheid dan vervolgens nee zouden moeten verkopen omdat we geen geld hebben. Nou, dat wil ik kosten wat kost voorkomen. Ik vind dat echt, dan hebben we het echt over een betrouwbare overheid zijn. We stellen regelingen open, vrijwillige beëindigingsregeling. Het aantal inschrijvingen is dusdanig dat ik gewoon voorzie dat we dan nee gaan verkopen. Weet je het zeker? Nee. Want een inschrijving is nog geen handtekening. Dus voor hetzelfde geld blijkt achteraf hadden we genoeg aan het budget wat we hadden. Maar ik wil voorkomen dat we in de situatie terechtkomen dat we nee moeten verkopen. En als daar geen gebruik wordt gemaakt, omdat het aantal uiteindelijke handtekeningen toch lager is, dan vloeien deze middelen ook gewoon terug. Maar ik vind dit echt noodzakelijk. Willen wij echt die betrouwbare overheid zijn en dat vertrouwen met de sector ook herstellen, zeg ik daarbij. De heer De Groot. Ja, voorzitter. De minister heeft denk ik heel goed aan de Kamer duidelijk gemaakt waarom het zo belangrijk is om die nota van wijzigingen te aanvaarden. Het gaat om de betrouwbaarheid van de overheid. Het gaat ook om het voorkomen dat het land verder op slot blijft staan. Het voorkomen van rechtszaken, althans het winnen van rechtszaken. Heel goed, D66 zal ook zeker daarvoor stemmen. Maar we hebben het ook gehad, voorzitter, over de wettelijke doelstelling 2025. En nu weten we dat de formatie niet met de snelheid van het licht plaatsvindt op dit moment. En dat betekent dat de minister eigenlijk, als het gaat om, in haar woorden, voortgang, 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 dat ze toch eigenlijk zelf dat menu moet gaan aanspreken, wat ze zo vriendelijk naar de Kamer heeft gestuurd, om te zorgen dat die stikstofuitstoot voldoende omlaag gaat om dat wettelijke doel, die resultaatsverplichting voor 2025, te halen. De minister. Ja, voorzitter, ik heb heel technisch dat inderdaad gedeeld. Dit zijn de mogelijkheden. Vraagt de heer De Groot aan mij, is meer nodig? Dan is het antwoord ja. Maar het is nu niet aan mij. Dus wat ik doe is alles voorbereiden. En dan heb ik het niet alleen over het lijstje wat ik met uw Kamer heb gedeeld, met mogelijke generieke maatregelen. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over het rapport normeren bij prijzen. Ik ben gewoon mijn werk aan het doen om dit allemaal voor te bereiden. Om klaar te leggen voor een eventuele formatietafel. En waarom doe ik dat? Omdat ik geen vertraging op wil lopen die achteraf onnodig blijkt te zijn. Dus ik ga daar maximaal mee door om dit allemaal voor te bereiden. Maar het is alleen niet aan mij om daar een besluit over te nemen. Het is echt nieuw beleid. En het is gewoon echt niet aan een demissionair kabinet. Maar dat is echt aan de formatietafel. Maar nogmaals, ik bereid dat in de volle breedte voor. Het team is hartstikke hard aan de slag daarmee. Om niet de situatie te hebben dat, mochten er voor meer partijen die zeggen het is een goed idee om dat toch te doen. Dat het ook allemaal klaar ligt en meteen ingezet kan worden. De heer De Groot. Voorzitter, ja, dat begrijp ik. De minister is demissionair en dit zijn ingrijpende maatregelen. Maar we weten ook hoe langer je wacht met maatregelen, hoe ingrijper het zal moeten zijn. Dus is de minister het met D66 eens dat het een signaal is aan de komende coalitie dat elke dag dat er niet wordt gewerkt aan het extra maatregelen voor het doel 2025, dat er dan dus extra harde maatregelen aan het eind van het jaar genomen moeten worden? Nou, voorzitter, het gaat niet alleen om extra maatregelen. Het gaat ook om intensiveren wat we doen. En daar heb ik alle ruimte voor als demissionair minister. En dat is mijn strategie. Dus daarom hamer ik zo op voortgang van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. En nog veel belangrijker, voortgang van al die gebiedsprocessen. Want daar is waar echt de keuzes worden gemaakt. En hoe gaan we dat nou blijven aanjagen? Daarom is het zo belangrijk dat we, waar collega Adema het over had, dat we die markt aanjagen voor bijvoorbeeld innovaties. En met die markt in gesprek zijn van, waar zijn nou belemmeringen die we bijvoorbeeld weg kunnen nemen? Om ook dat in te kunnen zetten. Daarom is het zo belangrijk dat we met die aanpak piekbelasting doorgaan. En niet alleen stoppen, maar juist ook verduurzamen. En al die extensiveren, al die regelingen. Het is, dus daar zet ik maximaal op in. Maar het is aan een nieuw kabinet om te besluiten wat en of er iets extra's nodig is. Mevrouw Bromet zet haar laatste interruptie in. Ja, ik weet het, voorzitter. Allereerst
fijn om te luisteren naar de energie die deze minister nog steeds in dit vraagstuk laat zien. Ik heb een vraag over de piekbelastersregeling, want die was natuurlijk ingesteld naar aanleiding van het